en lopen kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool 6 kilometer met 6 liter water op de rug. De vier Rotary Clubs van de Noord-Veluwe hebben dit evenement georganiseerd. Het vindt plaats in het kader van Wereldwaterdag. Het mooie is dat het geld van de kinderen en de Rotary Club wordt verhoogd door de Wilde Ganzen. En dat is een project van de ICON. In 2011 heeft men voor het eerst meegedaan. En het geld gaat nu naar de ICS. Daar horen we vandaag nog wel meer over. We gaan nu eerst even kijken naar de kinderen die nu aankomen bij de kamphal. De volgende scholen komen alweer aan. Dit is de Meidoornschool is dit. Nou, tot ziens. We gaan net beginnen. Kinderen gehoor hebben gegeven aan de oproep om te komen wandelen voor water voor kinderen en uiteraard ook volwassenen in Busia in Kenia gelegen. Als goed is hebben jullie allemaal mooie gastlessen gehad een aantal weken terug. Toen ik gisteren op de scholen kwam, toen heb ik wel begrepen dat jullie erg onder de indruk waren van datgene wat er allemaal moest gebeuren daar in Busia. Er moet veel water aangeboord worden en er kan heel veel verbeterd worden voor de gezondheid voor de kinderen daar in Kenia. Ik hoop dat jullie ook daardoor goed begrepen hebben en goed gezien hebben dat wij het hier in Nederland nog steeds in 2013 heel erg goed hebben. En dat moeten we echt goed waarderen. En juist dat thema, het samen doen, wij samen als kinderen en uiteraard volwassenen samen met onze militaire broeders. Voor kinderen in Kenia, dat is het belangrijkste thema, het samen doen voor een ander. Als wij dat allemaal wat meer zouden doen in Nederland, zou het allemaal heel wat gemakkelijker worden. Voordat ik het woord geef aan de burgemeester, wil ik uiteraard even het woord geven aan Brigitte. Brigitte Slot zal een warming-up met jullie doen. Dus jullie mogen allemaal jullie rugzakjes even naast jullie neerzetten, aan de kant. En dan komen jullie maar een beetje naar voren om een beetje ruimte te maken voor elkaar. Want jullie moeten eerst een beetje de spieren los hebben. Want als jullie de spieren niet los hebben, dan krijgen jullie blessures onderweg. En dat willen wij niet. Brigitte Slot, waar ben jij? Heb je de muziek aan? Toen meneer Slot mij vroeg of ik vanmorgen het startschot wilde geven, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Want wat jullie gaan doen, dat is fantastisch. Jullie gaan wandelen voor water in Kenia. Een heel mooi doel. Want wij denken in Nederland natuurlijk dat drinkwater heel vanzelfsprekend is. Je doet de kraan open en het komt er gewoon uit. Maar zo vanzelfsprekend is het niet. In heel veel landen is dat een groot probleem. Dat kunnen we gelijk beseffen. Hoe goed wij het in Nederland hebben, ook al is er een economische crisis. We hebben het ontzettend goed in Nederland. Het is een welvarend land. En wat is het mooi dat jullie je willen inzetten. Ja, misschien mag ik even vragen aan jullie om even de aandacht te houden. Jullie kunnen straks 6 kilometer continu kletsen. Misschien kunnen jullie nu nog even stil zijn. Ik hoef niet veel over het project te vertellen, want op school zijn jullie door mensen van de Rotary Club al geïnformeerd via gastlessen wat het allemaal inhoudt. Maar ik wil wel tegen jullie zeggen dat ik ontzettend waardeer dat jullie hiervoor willen inzetten. Het is een mooi project. In Kenia, er zijn maar 7% van de huishoudens van de bevolking hebben daar veilig drinkwater en de rest niet.
Dus dat is een heel groot probleem. En als je geen gezond drinkwater hebt, dan komen er ook veel ziektes. Ook kindersterftecijfers. Dus dat is een enorme nood in die landen. Mij is gevraagd om het startschot te geven. Maar omdat het niet zo vertrouwd is om mij met een pistool in handen te laten, want ik schiet gauw mis, denk ik, of de verkeerde kant op, is het een fluitje geworden. Dus ik ga het straks met een fluitje doen. En daarna neemt de heer Slot het over. Maar eigenlijk wil ik jullie nog iets anders vragen. En dat is misschien ook wel een leuk deel van de warming-up. Het is namelijk zo dat de heer Slot vandaag jarig is. En hij is de grote man achter dit verhaal. Dus ik zou jullie willen vragen, voordat we straks echt gaan beginnen met de start, om eerst even samen met mij voor hem te zingen: Lang zal die leven. Zullen we dat doen? Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de glorie. Gefeliciteerd, hè? Je weet het alles. Er wordt ons wat verteld. Ja, ja. Dat is ook organisatie. Piep, piep, hoera! Piep, 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 hoera! Piep, piep, hoera! Nou, meneer Slot heeft de felicitaties gekregen van 354 leerlingen. Dat maakt er niet elke verjaardag mee, denk ik. Ik geef nu graag het aan hem over, nadat ik nu met dit fluitsignaal het zogenaamde startschot geef. Veel succes allemaal! We gaan lopen voor water. Wandelen met 6 liter water op je rug. Heb je dat allemaal nog gecheckt of het allemaal 6 liter was? Daar beginnen we niet aan, Bert. Ik ga uit van de eerlijkheid van de mensen, ook van de jeugd. Want dat jeugd is onze toekomst. Er zullen best wel kinderen zijn die wat minder genomen hebben. Daar zit ik helemaal niet mee. Het belangrijkste feit vind ik zelf met dit soort acties. Aan de ene kant, je gaat lessen geven op scholen om iets te vertellen over hoe groot de problemen daar in Kenia zijn. In Busia met name. Daar moeten kinderen 15 kilometer lopen met een bak met water op hun rug. Dat is onvoorstelbaar. Op blote voeten heel vaak. Dus dat is echt uniek wat daar aan de hand is, vind ik ze nog steeds. En dan gaan de kinderen, wanneer ze dat allemaal dus gehoord hebben met de gastlessen, gaan ze veel meer beseffen hoe goed wij het hier in Nederland hebben. Dat wij dus inderdaad de kraan open kunnen draaien en goed drinkwater uitkrijgen. Het feit dat ze die gastlessen meegemaakt hebben, hoop ik dus dat op die manier van het kenbaar maken van de nood in de wereld, dat dus de kinderen dus goed gemotiveerd zijn om dus inderdaad langs de huizen te gaan om geld op te halen. En ik kan je nu al vertellen, we hebben een heel mooi bedrag opgehaald. Ik ben er heel erg blij mee, want door het samen doen hier lokaal kun je heel veel goede projecten in het buitenland doen en met name in het Busia in Kenia. De Rotary Club die heeft in 2011 ook meegedaan en daar ben je ook onderdeel van die Rotary Club. Doen ze dit jaar weer een soort sponsoring? Want ik heb ook gehoord dat de Wilde Ganzen van de ICON dus meewerken. Dus het geld wat je dus nu binnenhaalt, dat zal dan weer verdubbeld worden door de ICON Wilde Ganzen die dat landelijk projecteren. Je hebt je goed voorbereid, Bert. De Wilde Ganzen doet weer mee met het verdubbelen van het project van de gelden. De International Child Support doet mee met het extra bijdragen. En de Rotary hebben iets andere regels ingaande 1 januari dit jaar. Maar ook die gaan weer meedoen met een bijna verdubbeling van het totale bedrag. Ja. Dus dat is eigenlijk heel erg gunstig dat je met heel weinig middelen uiteindelijk heel veel kan betekenen. Dat hebben we hetzelfde gehad met het andere project van 2 jaar terug. Toen heeft het ook een enorm eindbedrag opgeleverd. De laatste handtekening die komt hoop ik 1 deze dagen binnen. En dan, we draaien al met arbeid, met werk daar. Maar uiteindelijk kunnen we er nog meer doen als we aanvankelijk gedacht hebben. Ja. Nou is het natuurlijk zo, de kinderen zijn langs de deur geweest en hebben sponsoren gezocht moet ik zeggen. Maar stel voor dat mensen dus nu naar het filmpje zitten te kijken en zeggen van, ze zijn niet bij mij geweest, maar ik zou wel heel graag aan het doel willen geven. Kunnen ze ergens hun geld doneren? Ze kunnen hun geld doneren als het kinderen zijn of mensen zijn die nog kinderen of kleinkinderen op een lagere school hebben hier in Wezep. Dan kunnen ze, of in Hattemerbroek, dan kunnen ze rustig het geld afgeven aan de leerkracht daar. Of ze kunnen inderdaad bij mij thuis dit eventueel afgeven. De mensen weten bijna wel allemaal waar ik woon in Wezep. Dat is helemaal geen probleem. Dan zal ik zorgen dat het op de goede rekening terechtkomt. Dat is helemaal geen probleem.
Goed, dus als ik ook als ik geen kinderen op school heb, mag ik bij Simon Slot eventueel aan de praktijk of eventueel aan huis, mag ik het geld geven en dan komt het op de goede plaats terecht. Het komt uiteraard op de goede plaats terecht. Absoluut 100% zeker. Goed. Die kinderen gaan nu 6 kilometer lopen met water op hun rug. Je hebt ook militairen erbij gevonden. Is dat altijd een grote organisatie? Het is geen grote organisatie. Ik heb natuurlijk een netwerk opgebouwd de afgelopen jaren, dat weet je wel. En het was even een belletje naar de kazerne hier. Toen kreeg ik wel een mailtje terug van ja, we willen graag meewerken, maar er moet officieel een aanvraag komen. Toen heb ik die aanvraag verstuurd naar Assen, want dat is tegenwoordig het centrale orgaan voor dit soort activiteiten. En toen kreeg ik een mailtje terug, we kunnen geen manschappen en geen materieel ter beschikking stellen. Daar was ik een beetje teleurgesteld, maar ik denk nee jongens, ik laat me niet in de hoek zetten. Dus ik ben toen naar de kazerne geweest, heb ik een overleg gehad met een aantal mensen die ik daar goed ken. En die hebben ervoor gezorgd dat we wel manschappen konden krijgen, maar geen materieel. Maar dat vond ik niet zo erg. Alleen het feit dat die militairen al meelopen hier, dat is voor die kinderen echt een zo prachtig. Als je nog die beelden gezien hebt van 2 jaar terug, dat die militairen een hand gaven aan die jonge lui die het een beetje moeilijk hadden om het zo maar te zeggen. Nou, die kwamen er over de drempel heen en die konden zo makkelijk meekomen. En die militairen vonden het leuk, maar ook die kinderen vonden het prachtig, in één woord. Goed, met deze positiviteit sluit ik af. Ik wens je nog een hele goede en een fijne dag toe. Ik hoop dat je straks een heel mooi bedrag mag bekendmaken. En ik wens je een hele fijne verjaardag toe. Dankjewel. Bij mij staat Sarah Wink. Moet ik zeggen, medewerkster van de ICS? Dat klopt. Ja, ik ben fondsenwerver bij ICS. En hoe is de Rotary Club aan dit fonds gekomen? Er is eigenlijk al een langere tijd een samenwerking tussen Rotary Noordwest-Veluwe en ICS. En dat komt eigenlijk omdat we gewoon een hele prettige samenwerking hebben. En Rotary was dit jaar op zoek naar een nieuw project voor Wandelen voor Water. En zo zijn we eigenlijk in Kenia uitgekomen. Waar staat ICS voor? Investing in Children and Their Societies. Dus het gaat om kinderen en hun leefomgeving. Dat is wat wij willen verbeteren. En dat doen we dan door het opzetten van sociale ondernemingen. Dus het bieden van werk. Maar ook in de zin van kindbescherming en goed ouderschapsprogramma. Nou heb ik van Simon gehoord dat je dus ook in Kenia bent geweest. Als fondsenwerver. Waarschijnlijk niet om fondsen te werven, maar wel te kijken of het geld goed aankomt. En je gaat vanmiddag naar Cambodja toe. Dat klopt inderdaad, ja. Dat is een hele drukke onderneming helemaal. Ja, maar ik wilde Wandelen voor Water niet missen. Dus ik wilde het combineren. En vanavond gaat mijn vlucht om 5:30. Dus ik heb nog wat tijd. Ja. Maar als je dat Wandelen voor Water, als je dat geld hebt. Hoeveel projecten, zijn er projectjes, kun je dan steunen? Wij denken niet zozeer in projecten, zeg maar, hoeveel projecten je steunt, maar het gaat veel meer om aantallen mensen. En, hoeveel mensen zou je dus daarmee kunnen helpen? Ja, we gaan met dit project, want de opbrengst van de Rotary die vandaag bij elkaar gelopen is, die wordt verdubbeld door een aantal partijen zoals Aqua for All en waarschijnlijk ook Wilde Ganzen. En daarmee kunnen we in ieder geval 7200 schoolkinderen helpen en... Die tweede moet ik even uit mijn hoofd doen. Ik meen de 4000 gemeenschapsleden. En die kinderen maken een onderdeel uit ook van die gemeenschappen. Want we willen het niet alleen de watervoorziening en sanitatie op scholen regelen. Maar ook als ze weer thuis komen. Ja. 7200 kinderen, zei je. Dat betekent dat ze, nu lopen ze 6 kilometer, dat ze dan niet zo ver meer hoeven te lopen voor het water? Dat klopt. Op scholen worden de watervoorzieningen gestart en in de gemeenschappen zelf. Dus het wordt nu bereikbaar voor de mensen. En ja, dat is natuurlijk heel erg noodzakelijk, want water is de eerste levensbehoefte. Ja. Simon, even een vraag. Is Sarah ook meegeweest naar school? Sarah is niet meegeweest naar school. Wij hebben de gastlessen aangepast die we al eerder gedraaid hebben. En nog weer geoptimaliseerd en specifiek op project Pusia. Ja. Doe je dan ook nog een klein beetje, ja, laat ik me in mijn woorden zeggen, aan nazorg? Dat je zegt van nou, we gaan ook nog een keer op school vertellen wat we gehoord hebben van Sarah als ze geweest is. Van hoe het erbij staat. Heb je dan ook eventueel dia's, filmpjes of zo? We hebben uitgebreid al voor informatie gegeven over het project in die zin. De laatste opnames die een paar weken terug, dus zeer recent in Busia gemaakt zijn, die hebben alle scholen ontvangen. Die hebben ze dus allemaal kunnen presenteren. Niet in de gastlessen, want toen waren ze nog bezig in Busia. Maar die hebben de leerkrachten, naar informatie van mijn kant, kunnen projecteren op het digibord. Dat de kinderen nog meer in die gemeenschappen kunnen kijken. 2 jaar terug
Toen hebben we alle scholen een brief gestuurd en middels de brief eigenlijk geïnformeerd hoe het afgelopen is. Dit jaar ben ik eigenlijk van plan om het zelf te gaan doen nog een keer. Gewoon echt door op die school aanwezig te zijn, dan moet ik even met de leerkracht overleggen. Even een kwartiertje, want als je ziet het enthousiasme van die kinderen, heb ik nu ook weer gemerkt met het ophalen van het geld. Ze zijn hartstikke enthousiast, ze gaan door het vuur heen om iets goeds te doen. En dat moeten we wakker houden. Ja. Wakker iets bereiken naar de toekomst toe. Ja. Sarah, ga je daar ook filmopname maken? Ja, zeer zeker. Wij hebben ook altijd een afspraak met de Rotary dat we na zoveel tijd even een update sturen. Hoe ver zijn we met de boringen? Zijn de installaties geplaatst? Dus ik kom sowieso bij de Rotary een aantal keren om het verhaal te vertellen. En dat wordt ook voor een deel ondersteund door natuurlijk heel veel fotomateriaal. Maar we werken zelf ook met child reporters. Dat zijn kinderen die filmen, hun eigen wereld eigenlijk filmen. En daar vertellen wat ICS daar eigenlijk aan bijdraagt. Nou, en dat is wat ik graag wil, dat die kinderen ook een stukje van het waterproject gaan filmen. En dat zij gaan vertellen wat dat nou voor hun leven bijdraagt. Want wij kunnen het wel vertellen, maar het is eigenlijk veel sterker als de kinderen dat vertellen. Nou, dat laatste filmpje van Buscia, daar hebben we die child report verslag van gelezen. Of gezien en gehoord natuurlijk. Maar als je daar dan hoort hoe die kinderen dat doen en de waardering van die kinderen voor wat er daar gebeurt in feite vanuit ons land hier, dat is onvoorstelbaar, echt indrukwekkend. Ja. En dan denk je wel van mijn lieve, wat gebeurt hier voor een goed iets voor die kinderen daar, door de kinderen hier. Ja, nog laatste vraag, Sarah. De materialen die je nodig hebt om een pomp te slaan, neem je die mee vanuit Holland of steun je de ondernemers daar ter plekke om ook daar de economie een beetje op te vijzelen? Ja, wij organiseren alles lokaal. Wij zorgen dat we lokale mensen hebben die helpen met de bouw, met het graven, met inderdaad de aankoop van bijvoorbeeld een installatie. Het is wel zo dat we soms qua techniek kennis, dat we dat vanuit Nederland of een andere instantie die daar heel goed in thuis is, inkopen. Want Buscia en de omgeving daar is heel verschillend qua diepte van boringen. Dus wij zijn niet altijd de superspecialist, dus daar moet je soms kennis voor inkopen. Maar ons beleid is dat wij alles zoveel mogelijk lokaal proberen te organiseren. Ja. Goed. Nou, dankjewel. Ik zou zeggen een hele goede vlucht vanavond. En heel veel succes in Kenia. En we hopen het filmpje ook een keer op Loco te kunnen zien. Misschien dat Simon dat door kan sturen. Hoe het geld daar besteed wordt. Ik wens je nog een hele fijne dag toe. Dankjewel. Okay. Dankjewel Bert. Oké. Okay. Dus we gaan het bekendmaken wat jullie bij elkaar hebben gelopen. We maken het spannend, we beginnen achteraan. Wat is het eerste getal? 0. €7.750 hebben jullie bij elkaar gelopen. Applaus! Ik vind het knap. Ik geef nu het woord even voorstellen aan Sarah Wink. Sarah, kom erbij staan. Sarah is degene die er zorg voor zal dragen dat alles wat jullie bij elkaar gelopen hebben, dat het goed gebruikt wordt in Buscia, in Kenia. Sarah, aan jou het woord, alsjeblieft.
Ja, kinderen, echt fantastisch wat jullie vanmorgen gedaan hebben. En natuurlijk ook de militairen, want de burgemeester was jullie vergeten te bedanken. Dus dat doe ik nog even namens hem. En we gaan in juni gaan we starten met het boren naar water. En nou, ik hoop jullie daar nog eens een keer een update van te geven hoe het gaat in Bousia. En anders zal dat misschien via de Rotary naar jullie toe gebeuren. Maar het is in ieder geval fantastisch dat jullie dit over hebben gehad voor kinderen in Kenia. Heel goed gedaan. Sarah, bedankt voor deze mooie woorden. Ik wil jullie nogmaals allemaal bedanken voor jullie inzet. We komen er echt nog op terug. Op welke manier? Misschien wel met een live presentatie, met verklaren, met uitleg van de beelden, maar we komen erop terug. Dat zal ik overleg doen met de schooldirecteuren en met jullie klasleraren. Ik wil de militairen ook bedanken voor de inzet. En geniet van jullie vrije middag. Dank u wel. Nou, okay.